wat mag ik verwachten als ik gezonder ga eten? Nou, dat is nog best een ingewikkelde. Er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan naar voeding en Parkinson. Het is wel echt een relatief nieuw onderwerp. We weten onder andere dat blootstelling aan bepaalde vormen van voeding het risico op het ontwikkelen van Parkinson kan verhogen. Dat is natuurlijk niet meer van belang als je al Parkinson hebt. Onder andere is er in de literatuur steeds meer bewijs dat het totale hoeveelheid aan melkproducten die je hebt gehad, dus kaas, melk, yoghurt, vla, dat dat het risico op Parkinson wat verhoogt. Terwijl omgekeerd bijvoorbeeld een mediterraan dieet gunstig zou zijn. Belangrijk is het om te kijken wat je nu kunt doen als je vandaag Parkinson hebt. Eerlijkheidsgebied te zeggen dat het wetenschappelijk bewijs nog best in de kinderschoenen staat. Eén ding waar je geen seconde over na hoeft te denken is veel drinken en veel vezels. Want alle mensen met Parkinson hebben in meer of mindere mate last van luie darmen. En die luie darmen zorgen ervoor dat de pillen minder goed werken. Er lijkt een gunstig effect te zijn van koffie drinken, zo'n 4 koppen koffie per dag. Daarnaast is er dierexperimenteel onderzoek. En opnieuw, een muis of een rat is geen mens. Dat het eten van heel veel donker fruit, en met donker bedoel ik kersen, bramen, aardbeien, dus hoe meer kleur erin zit, hoe meer antioxidantia, dus antiroestmiddelen, er in dat donkere fruit zitten. En dat helpt waarschijnlijk om je brein ook een beetje te beschermen. Een mediterraan dieet is heel belangrijk. En wat ook super, super belangrijk is, en wat nog steeds volgens mij onvoldoende bekend is, is dat je aan de ene kant wel eiwitten nodig hebt om te zorgen dat je niet ondervoed raakt. Je hebt dat voor je spieropbouw nodig. Maar grote hoeveelheden eiwitten tegelijk, dus in pieken, dat moet je nou juist net niet doen. Dus in plaats van in één keer 200 gram biefstuk, kun je beter 4 keer 50 gram biefstuk nemen. En wat je vooral niet moet doen, is die eiwitten tegelijk met levodopa nemen. Als je levodopa tegelijk neemt met vla of met yoghurt of met melk, dan werken die pillen voor heel veel mensen minder goed. Dus de vuistregel is om die eiwitten te spreiden over de dag en om de medicatie, en dan heb ik het vooral over de levodopa, een half uur voor of een uur na de maaltijd te nemen. En dat zijn echt praktische tips waar iedereen met Parkinson vandaag mee aan de slag kan.